Zie je daar die banden in de lucht? Wow, spam, boot. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Moord Bespeeld Stranded Deep. Vandaag is een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. En vandaag zijn we... gaat het goed met die wolken? Ik weet het niet. Zie je daar in de verte? Zie ik iets? Oh, misschien moet ik het ook gewoon niet doen. Oh man, ik zit echt in dubio. Ik ga ervoor. Torch aan. Dit is op. Daar zie ik af en toe iets verschijnen. 300. Oké, schrijf het op. 300. En dan zo. Ja, en dan gaan we daarheen. Dus we gaan nachtelijks varen. Dit is misschien wel echt een slecht plan. Maar we gaan het gewoon proberen. En dan hoop ik dat ik dat wrak vind. Want ik zie helemaal geen eilanden vanaf het eiland waar ik ben. Deze wolken zijn echt zo donker. Oké, wat zouden slimme mensen doen? Weet je wat? We wachten wel even totdat het weer dag is. Ja. Oké, ik ga eventjes zorgen dat het... Damn. Deze wolken, though. ik ga even zorgen dat het dag wordt door een shelter te maken. Craft, interact, eerst slapen. Ook al, ik heb net trouwens, zal ik je even vertellen, ik heb net gezorgd dat ik vet veel drinken heb. Doordat ik heel veel kokosnoten heb gegeten, gedronken en gegeten. Die had ik gewoon gevonden. Ja, je vindt natuurlijk heel veel kokosnoten als je, hoe heet dat nou? Als je een shelter gaat maken, omdat je die bladeren nodig hebt. Een kokosboom. En de donkere wolken zijn niet zo donker meer, maar ze zijn nog steeds. En save dan de game. Yes. En dan gaan we richting 300. Kijken of het... Ja, ik vraag me af of het licht uit... Ik vraag me of het zo is dat... ik mag wel iets zachter. Ja. Ik vraag me af of het zo is dat je op sommige dagen ver en sommige dagen minder ver kan kijken. Maar we gaan nu gewoon richting 300. Moet ik wel even precies 300 aanhouden. Zo ja. Want ik kon dus echt vanaf hier geen één eiland zien. Dus dat is wel een beetje balen. Maar misschien komt het ook omdat het zo bewolkt is. Het zou best wel goed met elkaar te maken kunnen hebben. Oké, ik probeer zo goed mogelijk 300 aan te houden. Ja, zo gaat het ook wel prima. Dan mik ik op de mast en dan kijk ik of het 300 is. Want ik zag net wel een soort scheepswrakje. En dat kunnen we misschien wel gebruiken om te oriënteren. Ook al is het wel een beetje moeilijk om dat te doen. Maar als het boven het water uitsteekt, dan is dat al heel wat. Varen we er niet langs? Nee. Oké. Koers verbeteren. Netjes. Oké. Ha. Ja, de doel voor vandaag is om... einde van het level. Oké, ja, laten we teruggaan dan. Het is niet zoveel op. We kunnen wel even duiken. Ja, dat is wel heel weinig. Oké, kunnen we het eiland nog zien? Nee. Ik kan ook gewoon achteruit varen. Gaat het sneller of lijkt het maar zo? Misschien gaat het serieus wel sneller. Ik kan het wel... Nee, daar zal het wel zijn, toch? Laten we even kijken wat het is. Want als het goed is, zou ik dan die shelter kunnen terugvinden. En dan weet ik dat dat het goede eiland is. En dan streep ik het laatste gevaren eiland door. Doe ik ruzie met mijn oorlogs, joh? Meen je niet. Dan streep ik het laatste gevaren eiland door. Dus die 300 die ik heb opgeschreven. Want ik heb nu ik heb 5 eilandhops. Dus dit zou dan het 5e eiland zijn, als het goed is. 5 eilanden ver vanaf onze main base. En weet je wat dus vreemd is? Is dat de shelter? Ja, dit is de shelter. Oké, ik kras die 300 door. En dan zou daar een eiland zijn. Die dan maar. En die gaat wel redelijk richting het westen. En die is dan 210. Oké, 210. Zo. Heel goed. Even kijken. Deze box moet ik even. Ik moet nog steeds best wel hard nadenken, omdat de motor zit er in spiegelbeeld op. Dus als ik naar voren wil en naar rechts, dan moet ik naar achter en naar links ingedrukt houden. Dus vandaar dat een beetje moeite was voor mij.
relaxed. Maar ik heb dus nog geen één emmer gevonden. Dus ik denk ook dat ze met de laatste update... Dat ze wel... Bots. Dat ze wat dingen eraan veranderd hebben. Aan de spawn rates of zo. Of dat ze... Dat ze het gemaakt hebben dat de emmers alleen nog maar in poten spannen of zo. Ik weet het niet. Maar dat betekent wel dat ik goed in de gaten moet houden of ik witte, ja, laat ik het even schuimkoppen zie op het water. Meestal als de golven zeg maar tegen een boot of zo aankomen, dan ziet het er een beetje bijzonder uit. Als er dus een wrak, dus dan moeten we wat meer gaan duiken. Maar dat is prima, ik vind duiken best wel leuk. Maar dat betekent niet dat we het opgeven met eilanden. Hier is in ieder geval een zo'n bijna opvang. Oh, en een echte boot. Nice, nice. Moeten we echt eventjes gaan kijken. Oké, okay, goed insturen, zodat we zo meteen nog enigszins weg kunnen komen. Nou, goed. Hebben we inventory space? Ja, we hebben zat inventory space. Zit hier iets in? Zijn deze boten altijd zonder? Volgens mij... Nou, ik blijf kijken, maar volgens mij zijn dat soort boten altijd zonder. Waarom zou ik het kunnen controleren? Want daar is er nog eentje. Geef nooit op, weet je. Ja, hier zit er wel een in, zie je? Kijk. Duct tape. Nou, oké, ik neem het wel mee. Meestal wat ik doe als ik bij die eilanden ben... dan vind ik een beetje alles wat er te halen valt of wat ik interessant vind. Bam, parkour. En dat leg ik dan op één hoopje, dat als ik ook nog een keer terugkom op dat eiland, dat ik het in één keer kan vinden. Oké, okay, cloth. Nee, ook blijf alsjeblieft. Een knife. Dat heb ik nog nooit gevonden. En een propeller. Oké, okay, ik neem het dan nu even mee. Dan verzamel ik het wel. Ligt hier boven net nog iets? Ja. Spring, klim. Wat zit hier? Niks. Ah, fokkist. Ah. Zouden we hier nog het romp in kunnen? Ik denk het. Glitch. Die vast kan zitten. Hier zit ook een hendel. Dit voelt niet kapot gaan. Het spelletje. We zijn zo ver gekomen. Ah, tjoh. dat klot is wel handig, want daar kunnen we een bandage mee maken. Laten we dat gelijk even doen. Staat het ook weer hier. Crude bandage. Craft. Prima. Hier ligt van alles. Oh, daar is nog een boot. Oké, laten we daar even eerst gaan kijken. Goh, wat een hoop spullen hier. Laat ik het even bij elkaar leggen een beetje. Dat ik het zo meteen makkelijk kan vinden. Dan maak ik dit wel het verzamelpunt. Nou maak ik het verzamelpunt een beetje bij het vlot. Maar dat hoeft niet per se natuurlijk. Dit gewoon op de grond. Die ook goed, dankjewel. Propeller. Dit knife. Ik weet het niet. Laat ik er een beetje mee gaan experimenteren. Kijken of het goed is. Deze boot heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Zou die nieuw zijn? Geen idee. Hij ziet er nog best wel goed uit ook. Als we hier nou een motor in zouden kunnen zetten. En een soort van arm. Dat zou cool zijn. Spring. Parcours, doe het. Hoi. Nice. Oké, hier sowieso. Niks. Oh. hier bovenop. Nu? Oh, wel, planken. Oh. Je dacht dat je me kon verstoppen. Nee, je kan die niet oppakken. Oh, dat zijn fotplanken ook. Wat een nepboot. Oké, ik durf hier in te springen omdat hier zo'n oranje reling zit. Dat betekent dat het goed gaat komen. Meer klot, oké. Okay. Ik neem het wel mee, maar klot is niet echt zo super waardevol voor mij. Engine, ja, oké. Oké, laten we weer gaan. Wat ziet hij er nog? Yes, clip. Oh, dat ziet echt super strak rand. Zit hier zo. Een beetje raar uit. Oké. Laten we eventjes scavenger op het eiland. Kijken of we iets vinden. Ik ben ook gestopt met het sparen van stenen en stokjes om pijlen mee te maken. Om de reden dat... wat is het nou? Ja, ik heb gewoon 24 pijlen bij me. En dat is de
maximale hoeveelheid. En later bedacht ik me ook, best wel suf, maar later bedacht ik me dat ik eigenlijk alles wat ik met die pijlen kan bij... Oeh, staal. Nice. Alles wat ik daarmee kan heeft eigenlijk met het te maken met het jagen van dingen die je daarna moet koken. En ik had ook uitgelegd, ja, koken dat doe ik niet, want het kost hout. En ik gebruik het hout liever om te bouwen. Oh, mijn plank zit vast hierachter. Dus ik heb eigenlijk niet heel veel aan pijlen. Maar goed. Deze rot ziet ook nieuw uit. Volgens mij heb ik die nog nooit gezien. Ik vind hem er wel tof uitzien. Goed opklimmen. Wat ligt hier op? Een soort van plant of een soort van kapot hout? Mooi uitzichtpunt. Maar helaas niks om naar het uit te kijken. Oh. Ik had zo Ik had het gevoel dat dit de plek was waar ik alles aan het verzamelen was, maar dat is niet zo. Kijk, als ik deze nou op de grond leg, dan kan ik die andere oppakken. Hey, ga ik naar uit. Oh, man. Dan kan ik deze oppakken. Zo. Ik heb het pijlen, want die zien er goed uit. Die zien er goed uit. Die zitten niet zo in de weg. Soms hou je die spullen vast en dus ligt het echt enorm in de weg. Zoals bijvoorbeeld... Dit. Dan zie je gewoon een heel deel van je scherm niet meer. Dan mis je nog wel eens wat. Zo, gooi het allemaal op één hoop hier. Weet je wat ik echt heel graag zou willen? Is eigenlijk een boot of zo waarmee ik al gewoon al deze spullen in zou kunnen doen. Dat zou echt chill zijn, maar dat is er gewoon niet. Er is gewoon eigenlijk bijna geen manier om al die spullen mee naar huis te nemen. Ik ben ook echt voornamelijk op bandages aan het hunten. Oh, hier nog meer staal. Staal is wel zeldzaam volgens mij. Dus ik heb het nog niet gevonden hiervoor. Ik wil even een rondje lopen. Het ziet er wel nice uit ook, dat staal. Maar ja, kijk. Wat ik het liefste bijvoorbeeld zou hebben is dat ik alle takken of zo, dat ik die zou kunnen bundelen met een lashing. En dat ik dat dan achter het vlot kan slepen of zo, weet je wel. Omdat het toch al drijft. Of dat je gewoon een vlot kan maken waarin je, of een kist of zo, dat je daar gewoon op je... vlot een kist kan maken. Want nu is het best wel vreemd, want ik heb... Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een bandage en een morfinepen en die zijn super klein en die kosten samen een inventory slot. En dan heb ik gewoon een stalen balk en dat is ook één inventory slot. Ja, dat is natuurlijk niet echt eerlijk of zo. Het is wel een beetje raar dat je gewoon al deze spullen bij kan hebben. Maar ja, je zou toch... Het blijft een beetje een probleem in het spel dat je graag meer zou willen... meenemen dan dat echt kan. Maar ja, dan moet je ook kiezen. Dat is misschien ook wel wat het leuk maakt. Right. Ik ga dit eventjes hier afgeven. En dan gaan we naar het volgende eiland. Haha. Kijk wat ik gevonden heb. Kun je het zien? Die spinnenwebben die zo op het water drijven. Heeft hier nog een haai in de buurt? Nee, volgens mij niet. Laten we... Het is wel echt een beetje een diepe boot, maar oké. Ik ga er gewoon even snel doorheen. Niet stikken. Foe. Het is moeilijk deze boot, zeg. Het is moeilijk om bij te komen, maar we kunnen het. Hier, locker E ingedrukt houden. Oh my god, allemaal spullen. Oh, ik ga stikken. Oh jee, dit gaat bad. Nee. Oh, het valt me mee. Ik had verwacht dat het al veel eerder groot zou worden. Ik moet nog even wennen aan het feit dat je hem open moet doen met dit ding. Oké, wat is dit? Een propeller. Waar is die hamer? Net was hij er nog. Nou is hij weg. Dit is echt typisch duiken in zijn diep, joh. Heel tijd op. Op en neer. Oh, ik heb de hamer al opgepakt. Aha, oké. Kijken of we nog meer spullen kunnen krijgen. Misschien hier bovenop. Makkelijke spullen. Nee, misschien hier. Oh ja, daar is iets. Torch. Nog geen. Oké. Dubbel en dwars verdrinkt. Letterlijk. Nog even verder kijken? Ik denk het wel. Ik denk dat er nog wel iets te halen valt. Zou het in ieder geval even moeten verkennen. Zo, kijk hoe weinig je ziet. Oh, ik moet natuurlijk mijn torch aanzetten. Hier nog wat, hier nog wat. Man, ik had echt mijn duiklucht mee moeten, mijn perslucht mee moeten nemen. Want het is
moeilijk om te halen. Het kan wel, denk ik. Oké, nog een poging. Duik sneller. Nog het niveau naar beneden. Oké, we hebben een deur opengekregen. Kleine stapjes. En er is nog steeds geen haai, gelukkig. Als er een haai komt, dan heb ik wel een flare gun bij me. Ik maak me wel een beetje zorgen. Oké, we hebben nog een klein beetje daglicht. Ook al maakt het niet uit, het is echt best wel donker hier. Oké, hier was de deur. Oké, locker, open, torches. Ja, dag, dat heb ik niet nodig. Daar heb ik er nou al twee van. Oh, dit gaat... Nu gaan we volgens mij wel een klap krijgen. Oh. Oké. Nou, het viel mee. Nou, ik denk dat het wel was. Check dit eiland. Dit is het volgende eiland. Ik was er nog niet geweest, maar... Het lijkt wel... ik kan misschien kijken verkeerd, hoor. Maar het lijkt wel alsof die bomen nieuw zijn. Het is best wel dicht... Kijk, ik kan hier helemaal die... die krat zien. Het lijkt wel... Alsof dit een andere biome... Nee, het is niet een andere biome. Dat leek alleen van ver. Jammer. Het schijnt wel dat er andere biomes zijn, maar... Daar zijn we nog niet. Nou, laten we dit eiland gaan verkennen. Het wordt wel nacht. Dus ik laat wel gewoon even zien wat ik ervan gekregen heb. Oké, het is weliswaar nacht, maar er zijn hier wel nog twee boten. Okay, hier is nog een... Flippers? Yes. Dan zouden we sneller moeten... Ik had al een setje, maar volgens mij is het dat je sneller kan zwemmen natuurlijk. Oh, hier is het ook een fopdoos. Fopdoos? Ah. Oké, hier zit... Oeh, dat is echt een naar steekding. Die moeten we niet hebben. Banden? Hebben we ook niet nodig. Heb ik nu al damage ervan? Nu al dat het donker rood werd op mijn scherm. Nou zeg. Open, jerrycan, locker, hamer, propeller. Ja, die kennen we nou wel. Yes, een bucket. Pak hem. Dat kan niet. Ik heb te lang. Ga omhoog. Een glitch of zo. Dat is eng. Terwijl het nog niet zo diep is. Ik moet die emmer even hebben. Je moet hem... Aha. Je moet hem kort ingedrukt houden. Kijk, dat zag ik niet in alle paniek die het duiken heet, helaas. Nog geen licht aan. Oké. Dus we hebben de eerste emmer van het avontuur. Het is pas het 100ste eiland. Oh ja, wat is het? 6e, 7e eiland. Maar we hebben eindelijk een emmer extra. Dat ging eerder. Voor de update leek het wel echt veel makkelijker. Deze jerrycan leeg. Kijk, er zit geen dop op. Zie je dat? De dop zit er niet op. Maar als je dan kijkt in de inventory. 100% durability. Zit hij gewoon vol. Dat is raar. Alright guys. Nou, dit is wat ik heb gekregen. Ja, het is een beetje raar. Want hier zitten drie eilanden. Kijk, 1, 2 en deze. En ja. Dus eigenlijk zijn alle eilanden wel een beetje hetzelfde. Het heeft alleen nog maar zin om te duiken. Nou zag ik wel een eiland dat ik... Oh jee. Als ik vast, dan hebben we echt een probleem. Volle kracht achteruit, kom op. Alsjeblieft, doe het. Ik probeer de boot te slepen. Oh man. Zit mijn boot nou vast? Oh, wat een slechte timing. Het is ook echt heel naar om hier vast te zitten, omdat ik gewoon... Ik heb maar één... emmer. Kom op, doe het. Van achter. En je hebt dus geen vloed, dus het is ook niet alsof zeg maar tij is gaan liggen of zo. Maar ik heb gewoon mijn boot te hard het strand op gerand. Dat is gewoon te lomp wat ik gedaan heb. Zo dom. Misschien dat ik hem aan de voorkant til. Want vroeger kon ik wel het hele vlot optillen. Come on. Probeer hem te slepen en dan loop ik heel ver weg. Oké, ik ben naar achter geloof ik. Volgens mij als je het vlot weet op te tillen en er tegenaan loopt, dan kun je hem een schop geven. Ga weg. Ja. Nice.
dan kunnen we verder met ons avontuur. Ik schrok al, man. Ik dacht al van, ja, moet ik nou 7 hier of niet? En dan, misschien wil ik dan eigenlijk wel de oude 7 hebben of zo. Maar toen dacht ik, nee, dat is stom. Ik bedoel, als ik het gewoon verprut, dan moet je het accepteren. Niet goed nadenken. Voren om naar achter gaan, ja. Oh, het enige wat jammer is, is dat je niet je inventory kan hebben als je aan het varen bent. Maar oké. Zo, om, ik wil naar namelijk 220. Oh, dat is die kant op. Zou we daar dus doorpassen? Ik denk het wel. Ik ga rijden. Voorzichtig. Prima. En ik heb nog even gecontroleerd op internet, maar er zit echt geen ebb en vloed in. Nou, laten we gewoon even omvaren, want ik heb geen zin in weer. Nee, ik heb geen zin in weer. Zo om. Gewoon omdraaien, varen opeens naar voren. Of naar achter, ja. Ja, oké. Okay. Ben ik elkaar kwijt waar kan ik op wil? Nee. Zo, hey. Wow, er zit een steen in het water. Het is best wel makkelijk om zeeziek te worden van dit spel. Dat geloof ik zo. Deze kant op draaien en dan deze kant op draaien. Jeetje man, het lijkt wel autorijden. Zo ingewikkeld is het zo. Naar voor, achteruit, insteken en weet ik veel wat. Oké. Okay. We zijn wel onderweg. Oeh, we hebben het overleefd. Oh man, wat een. Ik heb wel af en toe een beetje frame drops hiervan in het spel. Maar ik weet ook niet zo goed hoe dat komt. Ik draai het nu wel in DirectX 11. Dat zou beter moeten zijn. Het is wel een beetje een nadeel om dit 's nachts te doen. Omdat je natuurlijk die rotsen niet aan ziet komen. Maar soms dan laat hij ook echt zo op alle laatste momenten laat hij een rots in. Oh, ik zie hier dat we hier kunnen duiken. Volgens mij is het zicht slechter geworden, maar dat weet ik niet zeker. Oh, 2 duikplekken. Oké, okay, duik nummer 1. Ik hoop dat die. Oh, hij ligt lekker aan de oppervlakte. Makkelijk. Ik zit hier bovenop. Waarom is mijn frame rate zo laag? Weet je, dat ga ik eerst wel even oplossen. Right, ik heb tijdelijk mijn zitting even wat naar beneden gedaan. Ik was van plan om een nieuwe grafische kaart te kopen, maar volgens mij is de noodzaak nu nog wat hoger. Fuel tank. Oké, prima. Het is wel echt de bedoeling dat we nu weer adem gaan halen. Zo meteen wel een beetje dorst krijgen, maar. Oké. Wat hebben we hier? Hier zit waarschijnlijk een deur, ja. Die wolken, jongen. Ik heb de hele tijd het gevoel dat het echt keihard gaat stormen, maar dat gebeurt niet. Het is nog niet gebeurd, laat ik het zo zeggen. Er zit hier gewoon niks. Nou ja, zeg. Vroeger had je wel, een paar updates terug, had je wel weer in dit spel. En dan kon het ook bijvoorbeeld gaan regenen. En als je dan zo in die emmers of zo had staan, dan zaten die in één keer vol met regen. Maar dat zit er al een poos niet meer in. Hier misschien een emmer op het dek of zo. Toch wel, ja. Of een emmer. Dat zou mooi zijn, maar ik het was natuurlijk een kist. Nee, oké. Okay. Nou, laten we. Het is een beetje een waardeloze boot, dit. Of nou, eigenlijk is het gewoon een waardeloze boot, alleen een fuel tank. Nee. Daar heb je natuurlijk niks aan. Of zit er. Zijn we wel in de cam geweest? Jawel. Kort geheugen heb ik, zeg. Laten we naar die andere gaan. Wat eigenlijk was, is dat ik hier een. Ik zag een eiland. Oh, het gaat nu in. In het echt gaat het nu onweer aan mij. Daar kan het wel stormen. En het eiland zag er heel onaanspannend uit. Met tot 200. Ja, kijk dit. Deze. Dam, dam, dam. Ik moet even opschrijven. Oké, okay, daar is dat eiland. Dus dan. Ja, die zat volgens mij op 220. Laten we er 230 van maken. Dat klinkt wel goed. 230. En dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de sprong. Dus dat zou dan het 8e eiland worden.
Oh, ik ben eigenlijk al niet zo dichtbij dat volgende bootje. En ik ben wel blij dat ik nog geen haai tegen ben gekomen. Volgens mij, oh, het is één keer een haai tegengekomen. Het sprong in het water en toen zat er een haai, toen ben ik gelijk weer weggegaan. Oh man, dit gaat echt heel... Oh, je kan alleen de mast zien. Volgens mij gaat het heel ver naar beneden. Oké, let's go. Nou, dit is wel flink duiken. Kom op, haal hem. En go. Oké, wat is dit? Volgens mij heb ik niks gekregen. Nou zeg. Dat is flauw. Hier, dat bovenkomen, zie je, dat is echt een probleem. En ik krijg ook best wel dorst. Het is wel goed trouwens dat het in de echte wereld even gaat onderen, want het is echt stinkend heet. En vaak dan gaat het benauwd er een beetje ervan af. En daar ben ik altijd wel erg dankbaar voor. Ik vind het wel leuk mooi weer. Niet zo leuk als andere mensen. Ik ben toch altijd wel blij als het even gaat onderen, want daarna ziet het weer een stuk relaxter allemaal. Goed, laten we even naar het eiland gaan. De duik, dat heeft ook allemaal niet zoveel zin. Ik hoop dat we dan... Wat zou dat zijn? Is dat een bomen? Oh, hier is wel nog een schip waarvan je de mast al kan zien. Oké. Okay. Dat is gewoon een enorme rots, man. Gruwelijk. Het ziet er echt wel vet uit. Het wordt ook wel dag. Ben je in één keer dood als je water op is? Volgens mij niet. En anders dan hebben we echt wel een probleem. Oh jee. Ik hoop dat we wat kokosnoten kunnen vinden op een eiland. Maar je kan eigenlijk op elk eiland wel kokosnoten vinden. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo heel erg gevaarlijk om op deze manier op reis te gaan. Het enige is dat je verdwaald kan raken. Maar ja, dat is ook niet echt het allerergste. Oh, kijk, daar moeten we oppassen. Hier bovenop misschien. Nee, ook niet. Oh man, het ziet er echt vet uit. Hier al iets. Ja, oké, okay, laat maar. Laat maar, gekke boot. Als het zo moet. Ik ga naar die rotsen, die zien er veel cooler uit. Ik vind dat dit wel een nieuwe biome is. En ik vind ook dat er slangen in moeten zitten. Maar ja, dat is mijn... Zie je daar die banden in de lucht? Wow, spam, boot. Of een deel daarvan. Wauw, dit is echt een heel nieuw soort eiland. Dat is echt heel cool. Laten we eventjes een rondje... Wauw, deze boot moet echt enorm geweest zijn. Zit hier nog iets in? Nee. Hoe komen we dan hier bovenin? Probleem. Ik zie wel waarom deze boot het niet meer doet. Kijk nou, hier zitten allemaal... Wow, hier zijn er vet veel boten vastgelopen. Oké, okay, misschien kunnen we die hier wel in. Nee. Kruipen is controle in dit spel. Ja, dat is stap 1. Ja, oké. Okay. Oeh, twee lokkers. Oh. Drie lokkers? Ja, ja. Volgens mij is het de hoofdprijs, maar ik weet niet zeker. Wat is dit? Het ziet eruit als een engine. Pak hem mee. Los. Los. Knife. Die strekken. Oh, dit is mijn derde knife al. Hamer. Yep. Nog een knife. Alle knives, jongen. Super knife. Een nieuwe machete. Altijd welkom in een... En hier barrels. Kijk dit. Kijk dit uitzicht, jongen. Ik ben echt wel blij dat we op stap zijn gegaan. Het begint wel een beetje terug te betalen. Kunnen we hier nog verder naar boven klimmen? Ja, ja wel. Hier wel. Hup, het licht kan ook wel uit ondertussen. Oké, okay, hier zijn wat banden bovenop. Niet zo interessant. Wat zit hier? Nog een torch. Nou, laat het gewoon liggen. Dat maakt niet uit, als je hem oppakt, doet niks. Weer, kan ik hiervan afspringen? Ik ga het niet wagen.
Ik ga het niet gokken. Misschien gaat het wel fout. Hierin. Hoi. Ja, mag ik? Ik wil alsjeblieft naar buiten. Hier dan. Goh, dat is wel een heel gevecht om naar buiten te komen. Hier dan. Hier, dit ziet eruit als een uitgang. Ja, nee. Alsjeblieft. Come on. Is die nou opgesloten? Heb ik weer. Ik heb wel spullen gevonden, is het opgesloten. Dan kan ik hier misschien uitspringen. Kan wel, maar is het ook slim? Ik denk niet dat ik in één keer dood ga. Oh, ik kan misschien wel op dit schuin stukje springen. Oh, trucje. Zit hier nog iets überhaupt? Nee, alleen nog een enorme steen. Wel echt vet relaxed dat we gewoon boot kunnen verkennen zonder dat we ook echt erin hoeven. En er zijn gewoon nog meer boten. Laten we even gaan kijken. Laten we gewoon hier voor het schip de spullen verzamelen. Dan hebben ze meteen geen inventory space meer. Kan ik nou, als ik, wacht eventjes. Ja, als ik een propeller vind, dan kan ik al een nieuwe engine bouwen. Dat is positief. Oh, we moesten eigenlijk drinken. Oh, helemaal vergeten. Dat kan wel. Even kijken, was een goede plek om kokosnoten neer te leggen? Hier. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ah, overal kokosnoten. Terug. Hè. En dan eventjes het proces van het voorbereiden van alle kokosnoten. Tik. Dit is meestal hoe ik dat doe. Ik eet er gewoon 4 tegelijk. Ik zit tenminste een beetje vol daarna. De kokosnoten zijn veel makkelijker te vinden dan, hoe heet het nou? Dan fruit. Dus dat is wel een beetje mijn fokkersvoedsel. Oké, drink, laat wel. Drink, laat wel. Zo. Nou moet ik even kijken of ik nog honger. Een beetje. Dan kan ik wel even eentje openmaken. Gelijk eten. Prima. Oké, ja. Want het doet verder niks voor je dorst. Dan laat die andere kokosnoten wel gewoon voor wat het is. Want het voegt toch niet zoveel toe. Weet je, het verzamelen van die planken en zo. Dat kost ook alleen maar tijd. Dat heb ik ook geen zin in. Dat doe ik ook niet. Ik doe gewoon steeds minder, joh. Dit doe ik niet meer. Dat doe ik niet meer. Stenen verzamelen. Nee. Planken verzamelen. Nee. Dan alleen nog maar lootkist. Oh, een labelmaker. Oh, yeah. Ik heb ook in het echt een labelmaker. Die was nog van mijn opa. En die heb ik laatst weer gevonden. Ik was helemaal vergeten dat ik hem had. En toen heb ik echt overal labels op zitten plakken. En dat was echt super. Echt, je denkt van, oh, dit is echt een saai verhaal. Maar je zou het moeten zien, jongen. Echt. Als je dan een laadje open doet, staan ze alle potjes met kruiden. Zit er ook wel netjes een labeltje op. Je wordt gewoon gelukkig van. Ja, en dan merk je wel dat je ouder aan het worden bent. Goed, kan ik hier in klimmen? Hier zal ik waarschijnlijk doorheen moeten klimmen. Over deze balk heen. Crouch. Yes. Dit zijn wel echt. Dit wel veel. Veel opslagruimte. Oh, een propeller. Ah, dat hebben we dus nu een. En een bijl. Een echte bijl. Een lantern. Die zijn echt wel chill. Hier nog wat bezig of zo. Yep, bandage. Dankjewel. En de console. Oh, nog een powerbader. Ja, dus we zouden nog een nieuwe motor kunnen maken. Misschien kunnen we eentje maken op de andere kant van, het, van de boot. Kijken of die dan harder gaat. Want nu zijn we dus praktisch gezien de hele tijd achteruit aan het varen. Torch. Ja, torch. Full damage? Ah, ja, full damage. Maar één hartje. Oké. Dat was dom. But oh well. Even spullen afleveren. Kan het niet laten. Verzameltrick, weet je wel. Nice. Ik vind dit biome leuk, want er zijn heel veel spullen om die je kan hebben. Lantaren. Zal ik lantaarns gewoon meenemen voortaan? Ja. Ik dat doen. Ik vind lantaarns wel echt dusdanig tof. Die labelmaker, als ik nou bijvoorbeeld hier. Volgens mij kun je hiermee gewoon.
Ja, X. En dan zou ik bijvoorbeeld hier een bijl van kunnen maken. Dan een letter shift. Bijl. Ja, dan zou ik het hele spel kunnen vertalen. Waarom doet hij dat niet? Bijl. Zie je? Dus zo kun je alles dan een naam geven. En je zou zelfs dieren een naam kunnen geven en zo. Of ze dood zijn of niet, maakt het niet eens uit. Ik heb het een mooie toren heb gebouwd. Dus dat is op zich wel grappig, zo'n labelmaker. Maar had ik er al één? Ik weet het niet. Zal ik hem maar gewoon meenemen? Het is niet echt, het heeft niet echt een nut, maar het is wel leuk. Kan je wel jezelf niet van maken. Maar dat is toch een beetje waar het om draait in dit spel. Op een gegeven moment, of mensen zeiden ook in de comments van ja, wat is het doel eigenlijk van het spel? Ja, het is niet echt mijn doel. Ja, het is echt een sandbox game. Vrij letterlijk, want er is natuurlijk heel veel zand. Maar het is echt een spel waarin je gewoon jezelf moet vermaken. Ja, mits je niet doodgaat. Wat is dit? Kan ik hierin? Kan ik vanaf de andere kant daarin? Gewoon een verstopt plekje. Nou, nu wil ik per se daarin. Ook al is er waarschijnlijk niks. Hier, oh. Geheime ingang. Ja, er is inderdaad niks. Jammer. Anyway. We zitten in een biome met wel coole gestrande boten. Dat is positief. Laten we meer eilanden gaan bekijken. Op avontuur. Van eiland naar eiland. De vangst is nog wel een beetje mager voor 2 afleveringen. We hebben gewoon 4 messen, een emmer, een lantaarn en een labelmaker. En we kunnen dus een nieuwe engine. Weet je, dat kunnen we wel even doen. 4 inventory slots. Nee, maar... Engine. Hello. Fuel tank. Yep. Propeller. Carburetor. Prima. Even kijken of ik een engine kan bouwen op de achterkant. Misschien heb ik dat wel eens geprobeerd, maar ik ga het gewoon nog een keer proberen. Als ik het al een keer geprobeerd heb, dan kan ik het mij niet herinneren. Oké, je kan via het zeil kun je wel jump to climb. Zo. Of moet er dan plank op? Dat zou ook wel kunnen. Gewoon eerst even proberen. Oh, daar heb ik er allemaal lashings voor nodig natuurlijk, toch? Propulsion, woodstick en duct tape. Ja, dat heb ik helemaal niet. Oh, laat ik dan dit meenemen naar het volgende eiland. Ja, laten we het dan de volgende keer proberen, anders loopt het wel heel erg uit. Anyway, dat gaan we doen voor deze... Nog eens eventjes. Goed. Anna. Nice. Top. En het zeil kan ik ook hernoemen. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Als je het een leuke aflevering vond, laat dan een like achter. Heb je nog tips, verzoeksvragen of ken je nog flauwe grappen? Laat ze achter in de comments. En hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!